What's up, people of the good life? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Andy. En zoals jullie weten, als ik de vlog weer begin, is het voor mij weer een lekker weekend. Ik zit hier nu lekker, wel op mijn werkplek eigenlijk, waar ik thuiswerk. Maar dat komt omdat ik in de ochtend even het huis heb opgeruimd. De keuken even gedaan. Ik heb even stof gezogen. En ik heb net de vloer gedweld. Ik ben even aan het wachten tot de vloer droog is. Als de vloer droog is, ga ik eventjes richting de supermarkt. Even wat boodschappen doen, want morgen komen Ferdy en Daisy eventjes een keer lekker in Amsterdam chillen. Nu er eindelijk iets meer mag, komen ze even hier naartoe, want het is morgen mijn verjaardag. Ik ga niet echt vieren of zo, maar gewoon lekker met mijn zusje Ferdy gewoon chillen. En dan zien we wel wat de dag brengt. En ik heb ook nog een leuke verrassing voor ze. Aangezien Daisy mij heel veel helpt met mijn YouTube kanaal. Mijn thumbnails maakt, af en toe met ideeën komt en eventjes alles nacheckt voor me. En ook heel vaak op deze tijd mijn kanaal eventjes op orde zet. Dus even alle video's in playlist en dat soort dingen. Ga ik haar ook even belonen samen met Ferdy, want Ferdy helpt me ook. Sommige achtergrondmuziek dat je hoort, beats, zijn van Ferdy. En die gebruik ik dan ook voor de vlogs. Shoutout naar Ferdy, a.k.a. Gigslow. Maar dat idee zien jullie morgen. Ik ga het nog niet zeggen. Dus ik ga nu even wachten tot de vloer droog is. En dan ga ik even snel boodschappen doen. Oké, ik had vorige week, 10 dagen geleden ongeveer, had ik mondkapjes besteld. We gaan even kijken of ze binnen zijn gekomen. Zouden vandaag binnenkomen als het goed is. En het past door de brievenbus, dus ik hoef er niet voor thuis te blijven. Maar ik ben gewoon nog thuis. Dus we gaan even checken of het al binnen is. The big moment. Dum, 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 dum. Nee, nog niet. Nou, de maskers zijn nog niet binnen helaas. Dus gaan we mijn boodschap doen zonder een nieuw masker. Ik dacht, we gaan ze gelijk even rocken. Maar helaas, ze komen waarschijnlijk wat later binnen. Laten we gewoon even boodschappen doen. Zo weer laat op de dag. En ik was lekker aan het editen. Zoals je ziet. En ik kreeg net een berichtje binnen. Van PostNL. Ik wist niet dat het via post dat je een bericht zou krijgen. Dus ik zat voor niks te doen met mijn brievenbus te kijken. Focus. Je pakket is bezorgd. Blijkbaar zit het in de brievenbus. Dus laten we snel gaan kijken. Moment van de waarheid. Ja hoor. Kleiner dan ik dacht. Een klein pakketje van Stay Safe Amsterdam. Ik ga toch gelijk het pakketje maar even openmaken. Bam! Het zijn batik mondkapjes. Het is batik stijl. Die ik besteld heb. Batik is zeg maar Indonesische stofpatroon. En daar hebben ze mondkapjes van. Stay Safe Amsterdam. Ik dacht, laat maar even 3 bestellen. Dat is toch dope. Lijkt je nou ook dope om zo eentje te hebben? Laat even een comment achter hier onder de video. En misschien, als er genoeg mensen op reageren, doe ik wel een giveaway. Laat maar weten of jullie het dope vinden om zoiets te hebben. Eén zo'n batik stofje. Een mondkapje. Goedemorgen mensen, het is weer een nieuwe dag. Zoals jullie ben ik even bezig. Zoals jullie weten zei ik gisteren dat het vandaag mijn verjaardag is. Nou zijn Daisy en Ferdy onderweg, gaan we gewoon even chillen. Helaas is het weer niet zo mooi, het regent. Ik werk de hele week thuis, mooi weer. Wanneer ik vrij ben en nog eens op mijn verjaardag, moet het per se gaan regenen. Dus als ik aan het rondlopen was en dingen aan het verstoppen ben. Maar ik heb hier 11 Pokémon kaarten. En die ga ik rondom het huis verstoppen. En dat doe ik voor mijn zusje en Ferdy. Zoals ik al eerder zei in de vlog, heb ik een verrassing voor ze. Omdat ze me altijd helpen met mijn YouTube kanaal en altijd voor mijn thumbnails maken en de beats en de muziek. Wil ik ze gewoon even bedanken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hier 11 Pokémon kaarten. En die ga ik door het huis verstoppen. En ja. De Snorlax ga ik wel de meest moeilijke plek geven. Dus ik moet er even goed over nadenken waar ik die ga verstoppen. Dus ja. Ja. Laten we eventjes verder gaan. Voordat ze komen. Oké, ik weet nou niet of ik 10 Pokémon kaarten had of 11. En ik kan in de beeld terug niet precies goed kijken hoeveel ik er in mijn handen heb. Want ik waai het niet helemaal precies open. Dus ik heb een extra kaart maar gepakt. Er zijn er 12 dus of 11, maar nog steeds gewoon €150 blijft hetzelfde. Ik geef gewoon aan de hand dat er gewoon misschien een extra Pokémon ergens op zit. Maar de extra kaart zit dus nu hier. Dus dat is 1. Waarvan ik ze weet. 2. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Hè? Hoe kom ik nou weer op 10 uit alleen? Ik word echt zo moe van mezelf, hè. Nog één keer. 1. Ik ga vanaf een holder ding sweepen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ja. 10. En eindelijk 11. ja. Dan is het even afwachten tot deze inverdier er zijn. Dan gaan we gewoon lekker chillen en Pokémon jacht. Ik hoop dat ze het leuk vinden. Hoe is het? Hey. Dit zit allemaal, hè? Ben benieuwd. Wat doet het pas? Hoe komt die botting tot? Hé? En deze? Oh, zat er net in de hoofd? Ja, kan ook. Wat? Oh! Zeg niks! Sorry. Yes. En daarna mag ik deze gebruiken. Deze raakt kapot lekker. Het is knuffelen. En ik werd verslaafd aan deze ook. Daarna mag ik die erop doen. Handcreme. Ruikt lekker. Wat? Janke? Ja, ik ruik hem al. Hij ruikt hem al? Ja. Hij hangt in de lucht. Ik krijg hem van Studio KWI. Oh, een handcreme. Zo chic. Gratis. Ja, cool. Service KWI. Ja, dan ga jij. Maak reclame voor Studio KWI. Maar zoals je ziet zijn Daisy en Ferdy gearriveerd. En voordat we echt gaan chillen, gaan we eerst het ding doen wat ik eerder heb gezegd in de vlog. Want ik heb het al een beetje voorbereid. Ik hoop dat ze het leuk vinden. Dus, ik ga even aan jullie uitleggen. Ik heb door deze ruimte hier, in mijn woonkamer, oh jee. Heb ik, misschien, het horen 11 Pokémon te zijn, Pokémon kaarten. Maar ik kon eentje niet meer vinden. Zelf al niet meer. Ja. Dus ik heb eentje extra erbij gezet. Dus ze zijn sowieso 11. En ze zijn. En waarom ik dit doe? Moet jullie me altijd helpen met mijn YouTube-kanaal. Doe ik dat speciaal voor jullie. Elk Pokémon-kaart is 10 euro waard. Nee joh, ja. Normaal! Ik zie wel één. Of nee, ze vragen van 10 Pokémon-kaarts eentje. 10 zijn de 10 euro waard. En er is één Snorlax, die is moeilijk verstopt, die is 50 euro die waard. Die ben ik kwijt. Nee, niet. Blijkbaar is er nog eentje nog moeilijk verstopt. Het gaat om de Snorlax, dat is een rare Pokémon. Als je die er vindt, 500 euro. Misschien, als je al een paar vindt. Je bent gek, man. Oké, 5 minuten bij 3. Alleen in de woonkamer, hè? In de woonkamer, ja. Dus echt gewoon dit hele ruimte gewoon. Ja. 1, 2, go! Oké, jij gaat daar. Ze gaan zoeken. Slowpoke. Slowpoke, dit is de eerste 10 euro. 20 euro. Deze was een beetje warm. Een beetje warm. Nee, ga niet te veel inschrijven. Pas als de tijd een beetje uitloopt. Waar is het telefoon? Oh, hier! Oh! Ja hoor, Goldine is gevonden. Hey! Oh shit! Ja, oh, ik ken shit. Dat waren er 50 euro's mensen. Dat is echt niet normaal. Ik heb misschien iets te makkelijk gestopt. Ja, we zijn aan het zoeken. We zijn hard aan het zoeken. Hey! Oh, kijk eens wat het is deze. Ah, Chikorita. 60. Nog 5 te gaan. Nog 3 minuten. En 26 seconden. Oh, dit is warm. Dit is warm. Crappy! Oh shit! Hoeveel hebben we er al? 7 als het goed is. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woe! Snorlax heeft het niet gevonden, gelukkig! Oh, deze gaat de keuken in. Ferdy staat daar te zoeken.
Nog 2 minuten. Ja hoor! Yes. Ik dacht dat het moeilijkste was omdat hij op je bij zat. Lekker hoor! Ja, hier! Ja, dat is Gassy! Gassy is gevonden! Nog 1 minuut en 5 seconden! Waar is Snorlax? Dishwasher. Nog 42 seconden! Toevallig. Jullie zijn allebei heel warm voor eentje. Jullie zijn warm. Nog hier tussen misschien. Nog 20 seconden, jullie zijn warm. Yo. Nee! Oh, in de koelkast, in de koelkast. Ja! Ja! De 10 hebben het koud. Nog 5 seconden voor. De Money Pokémon Snorri Lex. Die gaan we niet vinden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, laat even vertellen, hoeveel hebben jullie gevonden? 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dat is bij elkaar 100 euro's. Ik ga een tikkie maken. Ik dacht, kerstgeld is niet verantwoordelijk. Dus ik dacht, Pokémon hand te maken als een kerstgeld pinnen. Dus, catch them all, Pokémon. En wie weet waar Snorlax lag? Die heb ik wel echt heel moeilijk gedaan voor die 50 euro's. Jullie liepen zitten langs. Ah, ja. Ja, voor 50 euro mag het moeite doen, hè? Kijk, Snorlax. Zoals je ziet hebben ze bij elkaar 10 Pokémon weten te vangen. En hebben ze daarbij 100 euro verdiend. Ik ga een tikkie voor ze maken. Maar het is nu tijd voor mijn cadeautjes, blijkbaar. Let's go. Eerste kaart? Ja. Andika. Ga stuk. Oh, I'm a party animal. En ik ben een panda. Althans, een spirit animal. Just a little celebration. Nice. Ik ben dus verjaardag en we gaan dus eventjes een cadeau openen. En zoals je ziet, lijkt het heel erg op een Funko doosje. Ik ben benieuwd wat het is. Ik ga nog niet kijken. Dit is de voorkant, hè? Andersom. Ook? Ja, zo. En deze heb ik dus gekregen. Ik voel iets ronds. Of vaals. Geen idee wat het is. Huh? USB camera charger? Hè? Zo dope. En dit is soort van het hoofdcadeau. Het hoofdcadeau. Oh. Oh shit. Ja. Dit is wel echt dope. Deze wilde ik al een tijdje kopen. In Amsterdam heb je ook een Lego store. Maar dat was heel snel uitverkocht. En hij kwam op een gegeven moment terug. En dan kwam ik ook weer te laat voor de restock. En die hebben we heel veel voor mij gehaald. Lekker hoor. Ik ga ook een apart filmpje van maken. Dat ik hem gaan beelden. Nice. Hij is wel 16 plus. Misschien een beetje moeilijk voor jou. Oh ja. Misschien samen met mijn zusje doen dan. Doe ik wel eventjes een... Wie kent die L&O challenge nog? Klik hier. Ik let de beschrijving onder. Achter, dan kan je zien hoe slecht ik ben in Lego. Gekke mensen. Hoorde dat iemand jarig was, jongen. Kijk ze dan. Hallo. De vlogs liggen niet. Oké, Daisy gaat ze eten geven. Je moet even zijn bakjes pakken. Moet gelijk op je afgelopen doen.
Weet je? Ja, eentje daarachter. Dan gaan we eerst Luca eten geven altijd. Dat is die. Ja, dat is dat. Deze? Ja. Dat is maar een goed schepje van. Ja, dat is goed. Kijk. Dan gaan we eens Luca eten geven. Want die moet apart, want zij mag het eten niet eten. Wie is Luca? Deze. Ja, die vroeg je al. Hij weet dat het zijn plek is. Zo netjes. Zo getraind, man. Alsjeblieft. Beef. Wat wil je, schat? Turkey? Nee, zie. Chicken. Oef. Turkey. Nee, chicken. Lamb. Chicken. Oh, lamb. Wat was het? Lamb. Wil je lamb? Ja, dat wil lamb. Ja. Rustig maar. Zit. Stay safe. Zo, we zijn even buiten gaan lopen, gaan wandelen. We zijn even bezig foto's te maken, een soort fotoshoot. Daar zijn Daisy en Ferdy. We zitten hier nu in een voetbalcage. Gregory's van der Wiel. Gregory's van der Wiel. Gregory van der Wiel's cage. Het eten is binnen. Deel 1. Deel 1. We gaan heel veel eten vandaag. Het is mijn verjaardag, het is kapot zwaar ook dit, man. We hebben McDonald's besteld en zometeen komt portie 2. Dat zie je zometeen. Zo, eten is gearriveerd, althans deel 1. Wat eten is al gearriveerd. Het is geworden McDonald's. We hebben alle drie, hoe lang al? 3 maanden geen McDonald's gegeten? Zoiets. Maart, april, mei. Ja, 2-3 maanden. Ik heb ze daarvoor nog geen Mac gegeten, dus ja. In algemeen lang geen Mac gegeten. Dus, op camera. Gaan we see me rolling. Gaan we beginnen? Ja, man. Ik zou zeggen, ik ga mijn eerste frietje eten na maanden. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Up yours, Andy. Up yours. Up more. Up more's. Amor. Oh, ik heb wel slappe friet. Ja. Ja. Hey. Waar komt die vandaan? Dan gaat hij mijn eerste frietje. Come on. Deze en Ferdy hebben allebei een Big Tasty. Ik heb een Big Mac. En we hebben 20 nuggets besteld. Eerst op, een Big Tasty. Oh. En, wat vind je hem? Lekker. Wel een beetje koud, maar hij is bezorgd natuurlijk, dus daar kan je niks aan doen. Ja. Oh. Ik heb de scheve toren van Pisa als Big Mac. Ga je hem eten in 1 keer of hoe je hem altijd eet? Ja, dat zat dus te twijfelen. Ik denk nu de eerste keer met 1 keer beter, of niet? De volle experience. Ik leg even uit voor de mensen thuis. Ja, wat deze, wat mijn zusje dus bedoelt. Vroeger, toen ik nog wat kleiner was, paste de Big Mac natuurlijk nooit in 1 keer in mijn mond. Dus toen at ik de Big Mac altijd in 2 keer. Dus eerst dit gedeelte en daarna at ik dit gedeelte zo wel los. En dat is eigenlijk heel lang aangehouden bij mij. Ja, zo'n statement van jou. Ja. Ik weet niet, je kunt gewoon lekker eten zo. Maar, ik denk dat ik het gewoon oldschool ga doen inderdaad. In 2 keer. Misschien gaan heel veel mensen nu cringe of haten. Want, oh, ze mag geen Big Mac eten. Laat even weten, als je... Hoe eet jij je Big Mac? Ja, hoe eet jij je Big Mac? In 1 keer of in 2 keer? Ik dus in 2 keer. Wat is jouw ultimate favorite McDonald's classic? Big Mac, denk ik wel. Ja, wacht ik al van jou. En jou dan? Nou, of kipnuggets, maar als je echt burgers en over burgers praat, ja, Big Tasty is ook niet classic. Nee. Dus ik denk, ja, of McChicken. Nou, ik ga dus niet eten in de hele tijd van jou. Daar is deel 2 van het eten. En deze vertelt de kijkers wat het is. Sushi! Beetje soort van gezond. Balans. Balans toch.
En we gaan nu voor ronde 2. Er zit wel wat tijd tussen hoor. Maar we gaan nu lekker sushi eten. We hebben een treasure box, heet het? Ja, dat is die. Dat is deze. Er zijn verschillende rolls. Uit mijn hoofd was het een dragon roll. Een California roll. Oh, dat is dragon roll. En een California roll. Caterpillar roll. Caterpillar roll. Dat is deze of niet? Nee. Oh, caterpillar is goed. Nee, dragon is meestal die met de afkaart. Maar, nee. En een rainbow roll. Ja, rainbow. En die laatste weet ik niet meer. Oh ja, Philadelphia roll. Die zeker met cream cheese. Ja, dat is denk ik deze. Ja, denk ik. En dan heb je gewoon een kleine mix nog erbij extra voor het geval we nog extra trek hadden. En dit is? En dit is onze meeeter, Sam. Hij ruikt het vis, dus die komt gelijk naast deze netjes zitten. Hij zit er zo braaf bij, hè? Ja. Nou, cat roll. Cat roll. We gaan even lekker eten. Ik zou zeggen. En we hebben maar 2 stokjes gekregen. Dus ja, deze is met het niet dat ze niet kan hoor. Nee. En we zijn opeens weer buiten. We hebben even gechilled, film gekeken, Crazy Rich Asians. Crazy Asian people. Crazy Rich Asians, leuke film. Ik had hem al gezien, maar deze ver nog niet. Hoe vond je hem? Heel leuk. Ja? En jij? Met zo'n maskertje op. Nice. Deze ver gaan weer naar huis, want de dag is weer voorbij. Ze moeten allebei morgen werken. Nee, deze moet wel werken. En ik ben nog vrij morgen. Dat was gezellig. Doei. Bedankt voor alles. Nog de airbox zo. Poepa. En als jullie thuis zijn? Ja. En bij deze sluit ik ook meteen de vlog even af. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb in ieder geval wel genoten van mijn verjaardag. Ik had niet verwacht dat ook nog Fabio en Kadima langskwamen. Een leuke verrassing. Toen mijn zus en Ferdi kwamen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je niet bent geabonneerd. Laat even een blauw duimpje achter als je de video leuk vond. En vergeet ook niet even een notificatiebelletje aan te zetten, zodat je weet wanneer er weer een nieuwe vlog of video online komt. En voor nu wens ik jullie allemaal een fijne avond, een fijne middag, een fijne ochtend. En nu de filmpje zou kijken, dan zie ik jullie weer de volgende keer. Laters.